Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dimitri Remens en jawel, ik ben nog aan mijn hele leuke project bezig. Ik heb dus mijn GoPro heb ik niet stil laten staan en heb ik een mooie timeslapje gemaakt van hier waar ik woon, maar dan van de lucht dan. En daar heb ik heel lang en heel veel tijd in gestoken. En die ga ik ook binnenkort dan ook online dus gooien. Ik ben nu de laatste hand daar nog van aan het leggen. Dus het is nu een vonkje van om de beide 8 uur, denk ik. Wacht, sluit eens even goed kijken. Nee, van 11 uur en 14 minuten. En die wil ik ook nog helemaal gaan terugschroeven naar een mooie tijd van bijvoorbeeld 10 minuten of een half uur. Dus daar is nog een en ander nog werk aan. Voilà, ça. Aanmaken. Voilà. En dan ga ik me ook stilkens af aan klaarmaken om richting terug gaan te werken. Oh. Ik heb er 2 weken uitgelegen. Dat is niet goed. Dat is echt niet goed. En ja, ik heb nog altijd last van mijn maag. Ik geef ze nog altijd eerlijk toe. Daarom die breed dat ik heb, ook heb ingelast om mijn maag wat rust te gunnen. En ik zie hier dat het 24 uur gaat duren, dus morgen vroeg is mijn computer ook nog bezig. En dan wil ik ook nog dit nog gaan aankondigen. Oh, sorry. Ik heb een potje gelaten. Terwijl ik mijn schoenen ga aandoen. Dat is voor de Q&A. Dus vandaag gaat er geen Q&A komen. Maar vanaf nu, dus ik ga ook deze avond als ik terug thuis ben, een nieuwe topic aanmaken op Discord. Met de datum van volgende week al. Daar kunnen jullie dan de vragen droppen. Maar serieuze vragen, geen wetenschappelijke vragen, geen rekensommetjes, geen tongtwisters, noem maar op. Doe dat alsjeblieft niet. Ook geen BA-vragen, alsjeblieft. Want BA-vragen, dat negeer ik compleet. Geef ik al eerlijk toe. Daar negeer ik gewoon volledig negeren. Sorry. Even nog mijn portefeuille gaan halen. Voilà. En dan kan ik stilkens ervan gaan. Vertrekken, mijn air moet ook nog mee, mijn portefeuille moet nog mee. Oh, en veel doen. Maar hoe ga ik dat meekrijgen? In een klein zakje. Want ik ga dat daar toch overtassen in een andere zak. Dus ja, dat ga ik doen. Dan is mijn ene hand er nog altijd vrij. Plus dan ligt er alweer al in een zak. In mijn auto, jee. Dus gsm hierin. Airhub hierin, jawel. En dat is nog altijd de lemon smaak. Waar ik ook op de livestream heb vertoond. Ah ja, mijn beeldscherm ga ik wel uitzetten. Hoe lang gaat het nu al ongeveer duren? Oh, toch maar 10 uurtjes. Dus hoogstwaarschijnlijk, als ik terug thuis aankom, is die nog hoogstwaarschijnlijk nog bezig. Top. Ah ja. Zit die goed vol? Ik weet dat dus niet, hè. En ik moet een stukje van vertrekken, hè. Nee, die zat niet vol. Oh, jee, 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 jee. Even nog snel vullen. Joink. Nee, daar zit geen melk in, hè. Dan moet ik dat nog nemen op het werk. Voilà. Klein beetje. Voilà. Dat gaat ook mee. Check. Voilà. In de mandje. En check voor te vertrekken. Laat eens in de comments weten als jullie de vlogs hebben gemist. Laat dat eens echt eens weten. Nu ben ik eens benieuwd hoeveel reacties dat ik hier heb gekregen.
die vraag. Hebben jullie het gemist? Of zeggen jullie van nee, ik heb toch liever livestreams? Is het dan ook wel een regelmatige ambitie zijn? Let me know. Dus ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal straks terug. Jojo. Voilà. Ben ik terug ook in mijn wagen aangekomen. En dan let's go voor gaan te werken. Ah, dat is straks allemaal. Hallo kijkers. Jawel. Ik ben thuis aangekomen. Ik ben nu nog alles uit aan het laaien uit mijn auto. En ik ga hem ook sluiten. Voilà. En nu ook nog gauw mijn eten nemen. Dus dan doe ik deze deur gewoon open. En dan doe ik mijn schuifdeur knopen. Dan pak ik dit. En dan dat. En dan doe ik terug weer aan mijn deurje toe. Ah nee, ik moet nog die sluiten. Shoot. Anders kunnen ze overal aan, hè. Dan die deur kan hier ook sluiten als ik het gaatje vind. Het gaatje, hè mensen? Het gaatje, hè? Het gaatje, hè? Ja. En wat ik dan ook altijd doe, dan, voordat ik terug thuis ben aangekomen, is mijn post checken. Dan heeft die postbode tijd genoeg gehad om reclame neer te posten. Spam. En hier staat hè. Nee, gratis pers. Nee, reclamedruk. En wat is dit? Reclamedruk. Tjongejongejonge, ze leren het niet af. Ze leren het niet af. Voilà. En dan ga ik met de trap gewoon naar boven toe. Ik heb met mijn voet de deur toegegooid. Voilà, die is toe. Dan nog gewoon mijn deurtje. Je weet, door de week, dus alleen maandags, kan het een lange vlog zijn. Maar, voilà, ik heb mijn deur toegedaan. Dus, maar deze vlog gaat niet zo lang zijn. Niet de jammere Q&A. Waarom niet? Omhoog van de vragen moeten opnieuw gesteld worden. Ik ga een nieuwe topic openen ook nog op Discord en al. Laat dat nog allemaal op mijn programma voor vandaag. Hell yeah. En morgen om 8 uur, jullie weten het hè. Dus ja, voor jullie dan een uurtje later. Ik heb mijn schoenen uit aan het doen. Mijn nieuwe schoenen. Yay! Mijn nieuwe werkschoenen. Dankjewel, Biwal. Mijn oude werkschoenen liggen nu nog in de notto. Ja, ook eigenlijk nieuwe schoenen, want die zijn nog niet zo oud. Ik denk dat ik die 2 weken nog maar heb gedragen. En nu ben ik die aan het draaien, dus dat is goed. Maar ik ga jullie nu laten, want... Ah ja, jullie wouden het dus ook nog eens zien, hè. Ik heb jullie ideeën onthouden. Dat is, zie dit, voilà, nu hebben jullie het gezien, hè. Dus chipilatas met aardappelpuree, gele currysaus in deze hoekje hier zo, waar mijn duim is. En dan ook nog appelmoes. Voilà, bon appetit. Tot straks allemaal. Yo. Ja mensen, het is wel warm hier in mijn appartementje. Dus ik heb me wat uitgedaan. Ik ben hier nog een leuke geschiedenisspelletje aan het spelen met iemand. En ja, het is wel leuk, want we gaan wel wat gelijk op. Want we zijn nu momenteel Rummikub aan het spelen. En daar ligt toch al redelijk veel op tafel. 1, 2, 3, 4, 12. Spiegelbeeld. 12. Ik ben hier een stuk vlog aan het nemen. En wat doet mijn tegenstander? Gewoon even uitspelen.
Gewoon even uitspelen. Heel leuk. Ja, dan moeten we nog eens een spelletje spelen. Want het is maar 8 uur 's avonds. Dus we gaan nog eens een... Klopt er niets niet? Jawel. Ah nee, nee, ze is toch niet uit? Goed gezien, want dat was een verkeerde kleur. Goed gezien! Ik was al bijna ergens naartoe aan het wandelen om iets te doen. Ja. En toch gaat ze proberen uit te spelen. En toch is ze opnieuw uit. Dat kan toch niet. Wauw. Ik zit met een gsm in dat hij plat is. Dat hij nog het juist om voedsel vroeg. Dus was hij 14%. En mensen, wilt je nu eens weten hoeveel procent dat hij nu is? 3. Allee, ik ga jullie laten. Tot straks allemaal. Jojojo. Ik heb hier toch wel eigenlijk wel een mooie uitzicht, hè, op mijn slaapkamer. Hell yeah. En hoor de kregeltjes maar. Kun je één ding zeggen? Ik woon hier echt in een wildernis. Want hoe hier de onkruid en al niet wordt weggedaan, ik snap het niet. En we betalen er nog genoeg voor. Dus we betalen gewoon om niet te doen. Toch raar, hè? Echt waar, heel raar. Dus. Oei. Nee. Er reed iemand voorbij, 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 voorbij. Die je kent of die je niet kent? Dat is sowieso een vraagje, maar ja of nee? Ja. Oké. Dat is waar. Ik ga jullie laten. Of anders heb ik zelfs weer een hoesbui door het lachen. Hallo, salukes, jojo. Zo mensen, kijk eens. Hupsatriekes, hupsatriekes. En jullie hangen helemaal terug mooi in de houderke. En nu wil die auto hier voor mij niet vooruit gaan. Waarom niet? Oké okay, dan. Je moet weten, misschien dat het gelijk ging of... Ja. Ik ben mijn bezoek nu ook naar huis aan het brengen. Dus. Ik heb er juist ook nog een hele leuke gesprek gehad met mijn bovenbuurman. Wat die allemaal te vertellen had, amai. Dat is ook niet min. Dat is echt niet min, mensen. Dus. Ik ben nu, ga ik ook eerst richting de tankstation. En wat ik ook nog wou zeggen, dus nog niet doorrijden, want daar is een auto daar. Joe. Dus wat ik wou zeggen is dat ik ook een nieuw programma heb aangeschaft. En jullie hebben het misschien ook al gemerkt dat er iemand ook bij mij is. En hem of haar of ik zijn stem is veranderd. Dus dan heb je dat. Probeer, dat is ook wel iets heel nieuws. Dus zodat ik nu wat ik heb geleerd blurren. Ben ik nu ook aan het leren voice changes te gebruiken. Dus als er nu bijvoorbeeld ook een persoon zegt van ja, ik heb toch ook liever niet dat mijn stem ook in jouw vlog komt, dan kan ik die ook lekker filteren. Voilà. En dan
is de originele stemgeluid, ik zal het zo zeggen, stemgeluid, ook er volledig ook uiteraard gefilterd. Het heeft me een klein beetje wat geld gekost, dat programma. Ik heb er ook te zijde laten van hoeveel dat exact heeft gekost, en dat moeten jullie niet weten. Ik ben daar nu ook aan het experimenteren bij, want nu ben ik eerst aan het leren van alles wat goed daar in die programma te plakken. Misschien ook met een hele leuke overgangseffectje te hebben van fragment naar een andere fragment toe. Dus ja. En ik ben op dat programma ook gewoon puur toeval terechtgekomen. En ik was er voor al een stem te vervormen, ik was er direct mee vertrokken. Ik was er echt direct mee vertrokken en dat lukte ook heel goed. Ik was mijn bankkaart aan het tukken. Mensen, ik was mijn bankkaart kwijt. Dat was niet goed. Hey. En het is groen. Dat betekent dat je mocht vertrekken. En wat doen jullie bij oranje? En wat doen jullie bij rood? Ik ben rood volledig stilstaan. Bij oranje, als ik te dicht bij een verkeerslicht ben, zou je dan zo wat geschokt. Ja, ik zit hier op een knijgering baan. Dus ik heb even terug op de goede lichten. Dus als jullie bijvoorbeeld, ja, dus als bij mij dan, ik ga terug naar mij toe, kom ondergezet. Als ik juist aan de rode lichten kom en spring in één keer van groen naar oranje toe, ja, dan stop ik niet. Dan blijf ik gewoon met de volle vaart doorrijden. En ja. Rijd ik verder. Maar als ik toch op een redelijke afstand ben en ik voel ik kan veilig en wel, en er is ook niemand achter mij, veilig en wel ook stoppen, dan doe ik dat ook. Dan doe ik dat ook gewoon. Want ik wil tegenwoordig ook geen onveilige situaties niet meer creëren, zal ik zo zeggen. Want mijn naam is toch al heel bekend door Stippelijn. Kennen jullie die video nog, Stippelijn? Ja. Die is al heel genoeg afgespeeld geweest. En daar ging mijn gsm twee keer. Maar, dat was al de derde keer dat we met een gsm gingen. Drie keer was eigenlijk toch scheefschijt. Dus ik bedoel toch dat daar iemand mee toch nodig heeft. Nee, het was continu Facebook-meldingen. Misschien weer al vriendschapsverzoeken van onbekende meisjes. Ah ja, dit is ook momenteel erg populair op Facebook. Ik weet niet waar de mensen zich mee bezighouden. Ik waarschuw jullie alleen maar. Jullie profielfoto, jullie qua teksten en al, wordt redelijk veel overgekopieerd naar een nieuwe profiel toe op Facebook. Die gaat dan ook uw eigen vrienden ook terug toevoegen op Facebook en te zeggen van ja, mate, ik ben het. Voilà. Dus zo gezegd dat daar ook uw eigen vriend was, ook op Facebook, en dat hij een nieuw account heeft. En dat hij dan zo probeert op u in te praten van ja, dit is mijn nieuwe account. Ga daar alsjeblieft niet op in. Als je de echtheid wilt weten van is die persoon wel echt, probeer daar dan voice communication contacten mee te krijgen en niet gewoon chatberichten sturen naar elkaar toe. Dat helpt niet. Dat helpt niet.
je moet ook voice berichten sturen ofwel naar elkander bellen / webcammen. Als je de webcam er ook nog eens effectief erbij pakt, dan heb je de echtheid. De echtheid van de persoon. Maar dan kun je ook zeggen van, doe nu eens een peace teken. Peace. Voilà. Maar ik ga jullie nu laten. Ik kom nu aan bij de tankstation. En dan kan ik nog eens heerlijk, lekker mijn blikkie. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Even hier oversteken. Ja, voilà. Allee, ik zie jullie allemaal straks. Yo. Weet je wat? Ik pak jullie gewoon mee met, op tankavontuur. Yay! Je ziet, ik ben een klein beetje geëdeverweerd ook in mijn vlogs. Wat vinden jullie ervan? Dat ik ook openbaar begin ook te vloggen en al. Dus echt waar, hè? Duimpje omhoog. Ik heb mijn gsm niet nodig. Poink. Nee, daar heb ik het geld er niet voor in een nieuwe te kopen. Zoals de andere YouTubers die het wel het geld hebben. Hè? Mijn kaart. Pak hem niet. Pak hem weer al niet te voet. Nee. En ik word veel gestoord. Hier moet je die altijd zo heel rustig innuwen. Pomp 2, dus Super 95 plus, pomp 2, mijn pincode, pip. Voilà, nu weten jullie mijn pincode ook. Grapje, ah. Je kunt tanken aan pomp 2. Oké, dan gaan we dat ook maar eens doen. Maar eerst mijn portefeuille terug wegsteken. Mijn sleutels erbij nemen, want ik moet mijn tanktop ook nog open doen. Ja-di-da-di-da. Ik ga jullie hier zo dan zo wat neerzetten. Voilà, ja. Soms moet je wel eens improviseren, hè, mensen. Superveilig. Ah ja, ook nog een hele leuke tip. Een hele leuke tip. Bij heel veel wagens, ik geef zo een houdertje, ofwel hier van boven. En daar kun je eigenlijk uw naftop altijd in zetten. Dus even kijken hoeveel dat we gaan tanken. Het zit al op 10 euro. Over 15 euro tanken en ik zit er niet over. Ah, ik wil 15,50 dan. En dan gaan we zo tanken dan. Gaat het lukken? 20? Nee. Ik zit er altijd, meestal zit ik er altijd 1 cent over. Bad luck. Voilà. En nu terug vertrekken richting mijn wagen. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Oh, wat doe je dat nu toch zo graag met zo'n houderke in mijn auto. Ja, sorry dat het hier zo wat kringeling, woehoe, ook hier weer al is. Daar hebben we toch nog wel veel hier zo in België. Zo wat die kleine geheugjes en al. Dat daar toch de straten achterblijven van gewoon beton asfalt en niet zo van platen asfalt. Ik weet niet hoe jullie daar
kunnen zijn. Ik ga u ook nog één ding zeggen, mensen. Ik ben op. Ik ga deze video kunnen monteren. En dan ga ik slapen. Want ik begin ook al moeite te krijgen ook al met de woorden rond mij te krijgen. Echt. Ik ben op. Ik ben moe. Het is groen, Dimmy. Het is groen. Green, green, green. Green light. Red light. Green light. Red light. Van waar komt dat? Green light. Red light. Oh, mannetjes. Maar, by the way. Ik kon nog iets interactiefs doen van jullie. Dat is, hoe is jullie dag geweest? Laat het toch eens achter in de comments hoe jullie dagje is verlopen. Mijn dagje, oh mannetjes. Hectisch. Ja, want ik heb dus eerst de bussen moeten bestikkeren. En dan zeg het. Heb ik ook nog geholpen de dozen te printen, de dozen te bestikkeren, de dozen ook op te vullen. Ik heb niet gestapeld deze keer. Maar wel van de stapel afgehaald en dan ook nog eens de bus nog eens ontstikkerd. Dankjewel Klopagem om die kansen waar te maken. Ja, achter mij heb ik een kan hier rapper optrekken dan het is. Ik zit al op 100 te rijden, maar ik 120 mag rijden. Ik ben nu ook aan het kijken wat ik kan invoegen. Ja, ik kan invoegen. Dan voeg ik gewoon heel rustig in. Voilà, Sané. En dan kunnen ze mij ook heel rustig en wel passeren in het verkeer. Mannetjes, en die lucht. Oh, voor mij. En dan die lucht kinder, die is ook. Er zitten zo van die gevolgde dingen in. Sommige mensen denken van, tegen wie is die aan het praten? Daar zit toch niemand langs u? Ik ben wel tegen de kijkers aan het praten, hè? Tegen mijn fans, hè? Mag dat ook in? Want ja, vloggen, dat is ook tegenwoordig. Continu ook wat beelden maken. Als je ook onderweg bent. Your car! Dan ga ik even van de revac weer veranderen. Waarom? Ik kan hier nu ook 90 rijden, maar ik 90 maar tussen Zlammerzerk en de rooilichten van de industrieterreinen van Alken. Die rooilichten, daar mocht je maar 90 rijden, maar ik haal de 90 niet, want ik zit nog maar 80 te rijden. Want die voor mij zit ook maar 80 te rijden, dus waarom moet ik dan nog sneller gaan rijden dan ik het niet kan? Ik kan soms wel heel snel praten, hè mensen? Ik kan soms wel echt heel snel praten. Mannetjes. Wat ik wel heel jammer vind, dat is een kleine oproep naar hier Thyssen Auto Parts. Jullie hebben hier zo'n mooie dingen. En vroeger hadden we hier ook een ding en een thermometer. Ik mis die thermometer hier in Alken. Waar is die gebleven? Hier op de kruispunt. Ik denk dat er toch wel veel dat we missen. Want ik
denk dat er veel mensen ook eens keken van ah, hoeveel graden is het nu? Dat is toch soms wel eens leuk is om te weten. Als je zo langs doorrijdt. Nu kan ik het zelf niet weten van hoeveel graden het is. Daarvoor heb ik ook al dan mijn gsm nodig. Dus ik gebruik hem nu niet. Want zit, ik gooi hem terug gewoon op mijn zetel. Ik let ook op de baan. Dus hier kan ik nergens. Kan ik ergens? Oh, nee, dat is niet. Even gaan kijken. Nee, ik heb nergens geen temperatuurmeter. Nee, want ik kom terug op mijn navbak dan terecht. Ik zal het nooit te weten komen van hoeveel graden is het nu of hoeveel graden is het nu. Ja, als ik aan het rijden ben. Er zijn wel een paar zotten voor mij die redelijk altijd zo goed optrekken. Ach ja, moeten hun weten. Als hun een putje willen, mij niet gelaten. Maar als ik een putje wil hebben, dan moet ik er wel voor veroorzaken. Dan moet ik er zeker eens naartoe gaan, maar ik kan geflitst worden. Hè. Oh ja, en hier hebben we ook zo'n drempel bij Darkis. Kleurtje leven. En bij het graantje, die bij was. Daar heb je zo'n vluchtheuvel hier in de Alleke. Dat is met zo'n 30. Denk eraan. En dan heb je ook nog zo in de Middengatstraat. Heb je nog zo'n lange stuk tussen Hakkenvalstraat en Sint-Hubertusstraat. Daar heb je ook zo'n lange heuvel. En wel, dat is ook eigenlijk maar zo'n 30. En dan, ik zie hier heel mooie builijnen. Wauw! Ja, hier heb je altijd een heel mooi uitzicht op de Langveldstraat. Naar de tennisvelden, naar de woningen hier, naar de voetbalveld, waar we hier dan ook hebben. En dan open velden. En dat is dan, heb je een uitzicht hè, van hier tot in Tokio. Jammer genoeg dat het daar ook gaat volgebouwd gaat worden. Tegenwoordig hè, zijn ze overal aan het bouwen. Overal. Doe toch eens een bouwstop. En bouw bijvoorbeeld de oudere huizen aan. Gooi die, bij wijze van spreken, plat tegen de grond of renoveert ze. Probeer ook eens de natuur eens met de rust te laten. Maar mensen, ik ga jullie nu ook laten. Ik kom ook terug aan bij mijn thuis. Dan kan ik nog monteren. Of anders wordt deze bestand echt veel te groot. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug. Fris en wel. Maar niet vergeten dat ik om 8 uur een livestream heb opstaan. Van Koninkrijk 2. Niet vergeten. Dat is mijn eerste test, hè mensen. Dat is mijn, echt mijn allereerste test. Dat ik ga kijken als ik het niet ga vergeten. En wat ik ook nog altijd niet ben vergeten. En dat is dan richting Boef uit. Dat ik ook nog zo een opname ga doen voor mijn rijbewijs. Ho! Is het nu echt aan het regenen? You serious? Ik kom net aan. Toen was het nog niet aan het regenen. Ik doe mijn deur open en begint te regenen. Serious? Yes. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog, video, livestream, short movie. Of ik weet niet wat het is op YouTube. Dan blijf je daar op de hoogte. Voilà, van mijn kanaal dan. En voor de rest zeg ik altijd als afsluiter. Yo 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 yo.